بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. We hebben gekeken naar verschillende docenten van Imam Malik. En dit keer gaan we door met de derde hoofddocent van Imam Malik. En dat was Nafi' Mawla ibn Umar, al-faqih al-muhaddith. We hebben al geleerd wat al-faqih is, iemand die veel weet over islamitische kwesties. En een muhaddith is iemand die juist heel veel hadith kent en heel veel hadith kan opnoemen zonder zich te verdiepen in de betekenis of de fiqh van de hadith. Maar Nafi' was het allebei. Hij kende heel veel hadith en hij was een faqih. Iemand die heel goed begrijpt hoe hij regels uit al-ahadith kan halen. Malik heeft hem niet lang kunnen volgen helaas, want hij overleed in het jaar 117 Hijri. Toen Malik nog 24 jaar was. De periode van leren was relatief kort, maar de nut ervan was gigantisch groot. Nafi' was ook een vrijgekochte slaaf. Abdullah ibn Umar was een sahabi, de zoon van Umar ibn al-Khattab, heeft hem uit een ver land meegenomen en vervolgens vrijgemaakt en liet hem bij hem thuis wonen. En daarom wordt hij Mawla ibn Umar genoemd. Nafi' Mawla ibn Umar. Nafi', de vrijgekochte man door Ibn Umar. Dus hij is een tabi'i, omdat hij jaren heeft geleefd bij een sahabi, Abdullah ibn Umar. Zijn oorsprong is ook niet Arabisch. Hij heeft het Arabisch geleerd en werd daarna een grote geleerde in al-Madina al-Munawwara. Zo prachtig, dat de islam iedereen de plek en kans geeft om een held te zijn. Je afkomst is niet belangrijk en je sociale status ook niet. In andere streken zou je als vrijgekochte slaaf altijd een tweederangs burger zijn. Maar de islam maakt van iedereen die zich erin verdiept een held voor de ummah. Arabier of niet, slaaf of niet, man of vrouw, als je de taal machtig bent, kun je de ladder van kennis beklimmen en de top bereiken zoals Nafi' Mawla ibn Umar. Nafi' was zo hoog in de ladder van kennis dat de geweldige khalifa Umar ibn Abdul Aziz hem heeft gestuurd naar Misr tussen 99 en 101 Hijri om daar de mensen hun religie te leren. Zo belangrijk was Nafi' voor de staat van Bani Umayya. Toen Nafi' jong was en nog woonde bij Abdullah ibn Umar, merkte Abdullah bij hem grote intelligentie op. Hij was slim en kon heel snel leren en heel veel onthouden. Dus hij heeft hem gesteund en geholpen om een geleerde te worden. En zo zie je dat als men bij een kind grote intelligentie opmerkt, dat je deze moet steunen en pushen om meer te leren. De capaciteit is groot en de mogelijkheden ook. Laat zo iemand niet lui worden en alleen maar met wereldse genot bezig zijn. Nafi' werd een overleveraar van de sunnah voor ons, dankzij Abdullah ibn Umar. En Nafi' was degene die het meest wist over de fiqh van Abdullah ibn Umar. Dat betekent dat Nafi' ons heel veel dingen heeft geleerd over de gewoonte van Abdullah ibn Umar. Hoe hij dat zelf van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam heeft geleerd. En Abdullah is een van de vier grote geleerden van de kleinere sahaba. Waarom kleinere sahaba? Omdat Abdullah ibn Umar een kind was in de tijd van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hij heeft heel veel gezien en heel veel meegemaakt en heel veel direct geleerd van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam als kind. En toen hij ouder werd, kon hij dat doorleren aan verschillende mensen, waaronder Nafi' die bij hem thuis woonde. En hij leerde van hem de hadith. Nafi' leerde de hadith van Abdullah ibn Umar en ook van Abu Huraira radiyallahu anhu en Abu Sa'id al-Khudri en Ummul Mu'minin Aisha. En door deze band is er een grote bron van kennis voor de ummah ontstaan, dankzij hun intelligentie. De hadith die via Abdullah en Nafi' naar Malik kwam, behoort tot de sterkste kettingen van vandaag de dag van de hadith. En dan komen er mensen die nu nog de hadith ontkennen of niet vertrouwen. Abdullah heeft met zijn eigen ogen en oren de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam gezien en van hem geleerd. En hij was één van de slimste mensen. Vervolgens heeft Nafi' van hem gehoord en die ook een geweldig geheugen had. En van hem heeft Malik geleerd, die een hadith van één keer luisteren kon onthouden. En hij schreef het op. Wij moslims zijn trots op onze geleerden en anderen zijn jaloers op de betrouwbaarheid en het geheugen van onze geleerden. Alhamdulillah voor de gunst van geleerden in onze ummah. Malik zei altijd: als ik een hadith hoor van Nafi' van Abdullah ibn Umar, dan maakt het mij niet meer uit van wie ik de hadith anders hoor. Dus stel je voor dat Nafi' de enige persoon was die deze hadith had overgeleverd,
dan maakt het voor Malik helemaal niet meer uit of die hadith nog door iemand anders wordt overgeleverd of niet. Waarom? Omdat de betrouwbaarheid van deze ketting van Nafi' en van Abdullah ibn Umar naar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de meest betrouwbare ketting is. En de geleerden van deze tijd zeggen nog steeds dat de sterkste hadith kettingen ooit, ze gaan via Malik, via Nafi', via Abdullah ibn Umar. En als je hieraan al-imam al-Shafi'i toevoegt, die een leerling was van al-imam Malik, dus dan heb je de ketting die bestaat uit al-Shafi'i, via Malik, via Nafi', via Abdullah ibn Umar, dan wordt dit de gouden ketting genoemd. As-silsilatu al-dhahabiyya. Vanwege de hoge waarde en betrouwbaarheid van deze ketting zien wij hoe belangrijk de kettingen in de hadith zijn. En hoe de geleerden deze kettingen hebben onderzocht en hebben geverifieerd. Alles in het islam is geverifieerd en is correct. Wij kunnen met 100% zekerheid zeggen dat er hadith zijn die 100% foutloos zijn. En dat kunnen we ook zeggen over de Koran. Er is in Al-Madinah, in de tijd van Malik, ook een andere Nafi' te vinden. Subhanallah. Je had twee belangrijke Nafi' in Al-Madinah, genaamd Abu Ru'aym Al-Madani, Nafi' ibn Abdurrahman. Deze Nafi' was een hele andere persoon dan de Nafi' die bij Ibn Umar woonde. Deze Nafi' was een qari' en hij was geen faqih. Dat betekent dat hij dus alleen bezig was met de Koran. Al-Qari' is een reciteur. Nafi' van wie Imam Malik de hadith heeft geleerd, is veel ouder dan Nafi' Al-Qari', de Koran reciteur. Deze Nafi', de Koran reciteur, was een vriend van Malik, maar tegelijkertijd ook een Koran docent van hem. Nafi' ibn Abdurrahman is oorspronkelijk ook niet uit Medina. Er wordt gezegd dat hij ergens uit het oosten is gekomen en in Medina is gaan leven. Zijn passie was niet de hadith, maar het leren en reciteren van de Koran. Zo heeft hij van kleins af aan bij de voeten van de grote Koran geleerden gezeten. En hij werd een grote meester in de recitatie. Hij wist wat al de voordelen waren van het lezen van de Koran. Het is gratis ajr verdienen. Voor ieder letter 10 hasanat. De Koran beschermt je in je graf. De Koran verheft je in status in el Jannah. De Koran vereert jou en je ouders yawm al qiyamah. De beste onder ons zijn degenen die Koran leren en daarna doorleren. Zoals Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd. Allemaal hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Bovendien is het beste woord dat een mens kan uitspreken het woord van Allah subhanahu wa ta'ala. Het verschil tussen de woorden van Allah en de rest van de woorden is net als het verschil tussen Allah en zijn schepping. Hoe groot is dat verschil? Het verschil tussen Allah en zijn schepping is oneindig. Zo is ook het verschil tussen de woorden van Allah en de rest van de woorden. Oneindig groot verschil. Als je de Koran in je hart en hoofd hebt, dan zal dat een middel zijn voor jouw zegening en bescherming in het wereldse leven. De Koran kan ook als genezing dienen. De voordelen van de woorden van Allah zijn dus oneindig, beste broeders en zusters. Nafi' wou deze rijke schat niet aan zich voorbij laten gaan. En ik en jij ook niet, insha'Allah, o broeder, o zuster. Al begrijp je niks, de voordelen zijn meer dan alleen het begrijpen en verstaan. Nafi' werd dus een zeer belangrijke reciteur. Hij heeft bij meer dan 70 Korangeleerden in Medina gestudeerd. Let op, beste mensen. 70 Korangeleerden hebben hem allemaal de diploma van het Koran gegeven. Waaronder de grote reciteur Abu Ja'far, Yazid ibn al-Qa'qa'. Deze geleerde heeft de Koran geleerd van Abu Huraira en Abdullah ibn Abbas. En zij hebben het van Zayd ibn Thabit en Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhum ajma'in. En zij hebben het natuurlijk van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Zo zien wij de waarde van de ketting van Nafi', de overlevering van de Koran via Nafi'. Nadat Nafi' van al deze geleerden in Medina heeft geleerd, werd het tijd voor hem om zelf les te geven. En hij werd de opperdocent van Koran in Al-Madinah, in Al-Masjid Al-Nabawi, de moskee van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Niemand was beter dan hem in Al-Madinah in zijn tijd. En niemand die les kon geven als Nafi' dat gaf. Hij had honderden studenten in de moskee. Tussen al deze studenten zaten drie die vandaag de dag nog bekend zijn. Ten eerste Malik was zijn student in de Koran en alleen in de Koran. In hadith ging Malik naar andere mensen, zoals Nafi' Mawla ibn Umar, zoals Ibn Hormuz, zoals Rabi'atul Ra'i. En ook twee andere studenten bij Nafi' die heel bekend waren
en nog steeds zijn. Eentje die Uthman ibn Sa'id heette en de andere heette Isa ibn Mina. Deze twee waren de topstudenten van Nafi'. Isa was slechthorend en bijna doof. En toch kon hij een topstudent in Koran zijn dat eigenlijk gebaseerd is op goed luisteren, subhanallah. En toch kon deze man, Isa ibn Mina, een hele goede Koranstudent worden. En Uthman, de andere topstudent, die kwam voor korte periode uit Misr naar Al-Madina om de Koran te leren, subhanallah. Isa kreeg van Nafi' de bijnaam Qalun, wat goedheid betekent. En Uthman kreeg de bijnaam Warsh. En dat is een soort vogel met een mooie stem, omdat Uthman zo mooi kon reciteren. Dus Qalun en Warsh zijn twee studenten van Nafi' al-Madani al-Qari. Nafi' was een hele waardevolle Koran geleerde. Dat zien we aan zijn studenten Qalun en Warsh, die de dag van vandaag de hoofdoverleveringen zijn in heel Noord-Afrika voor de Koran. Meer dan 60 miljoen mensen de dag van vandaag lezen via de overlevering van Qalun en Warsh, die zij van Nafi' hebben geleerd, subhanallah. En Malik heeft dus ook van Nafi' de Koran geleerd. Malik kende de waarde van de Koran en van de Koran geleerden. Hij was zelf een faqih geworden. Dus zijn lessen gingen ook niet over de Koran, maar gingen over hadith en het begrip van de hadith. En als er een student was die een vraag had over de Koran, zei Malik altijd: لِكُلِّ عِلْمٍ رِجَالُهُ. Iedere vak heeft zijn vakmensen. اِذْهَبُوا إِلَى نَافِعٍ. Ga naar Nafi' voor deze vraag. Ook al zou hij het antwoord weten, hij laat het over aan de specialisten in dat vak. Malik's specialisatie was fiqh en niet Koran. Zo ook Nafi'. Als iemand hem een vraag stelde over hadith of fiqh, zei hij: ga naar Malik. Het waren tijdsgenoten en vrienden. En Nafi' overleed 10 jaar eerder dan Malik, subhanallah. Hij overleed in het jaar 169 Hijri. Terwijl Nafi', de faqih, Mawla ibn Umar, overleed veel eerder toen Malik nog een jonge man was in het jaar 117 Hijri. Subhanallah. Om een geleerde te worden, moet je je niet concentreren op één vak, maar breed inzetten. Niet alles hoeft direct met islam te maken. Ook kennis die indirect nuttig voor je is, voor je religie, is van belang. Dus wees bewust dat je studie van wereldse kennis ook een vorm is van aanbidding, als je het goed inzet. Mogen Allah ons allemaal meer kennis schenken. En mogen Allah deze kennis nuttig voor ons maken. Mogen Allah ons leven verlichten met de baraka van de Koran. Walhamdulillahi rabbil alamin.